ROC Nijmegen domineert de leraar van het jaarverkiezing. Twee van de drie overgebleven kandidaten komen van de Nijmeegse onderwijsinstelling. Ja, dat is echt een super eer. Ik voel me echt trots dat ik dit mag beleven als docent. En verder in het nieuws vandaag. Els kijkt vooruit naar het feestjaar 2026 met onthulling van een logo. En Lent krijgt een kwalitaria voor goed en vers eten. De Dag van de Leraar is dit jaar op 3 oktober. Voor twee leraren van het ROC Nijmegen is dat wel een hele bijzondere dag. Dan wordt namelijk de prijs voor docent van het jaar uitgereikt. Loes en Eline van het ROC zijn genomineerd voor deze prijs. Twee docenten van het ROC in Nijmegen zijn genomineerd voor de docent van het jaarprijs. Loes, die docent Spaans is, en Eline, die werkt als docent horeca, zijn genomineerd. Alleen door wie is vooral voor Eline nog een vraag. Ja, het is super vet, hele vette verrassing. En vooral omdat het gewoon echt een hele, hele mooie waardering is voor het werk wat je doet. Ja, het is echt een super eer. Ik voel me echt trots dat ik dit mag beleven als docent. Ik weet dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Ik hoop er wel achter te komen. Maar het is, je moet iets insturen, een brief, om je docent te nomineren. En ik gok dat dat bij mij wel door studenten is gekomen. Maar ik weet nog steeds niet wie. Jazeker, het zijn leerlingen die nu al een diploma hebben behaald. En die hebben mij vorig jaar genomineerd. Na de inzending moesten de twee dames nog een flink aantal rondes doorstaan om uiteindelijk in de top 3 te komen. Ik werd overvallen toen ik bij de laatste 10 zat. Dat was net voor de vakantie in juni. Daarna moesten we, toen je bij de laatste 10 zat, moesten we een aantal dingen doen. Een filmpje maken, een brief van een ouder van een student, cv inleveren en dat soort dingetjes. Het teammanager heeft wat over me verteld en dat moesten we insturen. En dat heeft uiteindelijk geleid dat ik ook door de jury bij de top 3 terecht kwam. Voor deze prijs moet je niet een docent zijn zoals alle anderen, maar jezelf onderscheiden daarvan. De docenten hebben wel een idee hoe ze dat doen. Wat onderscheidt mij van een andere docent? Dat is een lastige vraag. Ik zou zeggen dat ik echt kijk naar de leerling en echt heel veel geduld heb met deze leerling. En als de leerling behoefte heeft aan extra uitleg, geef ik hem heel veel uitleg. Ja, totdat hij of zij klaar is voor het examen. Maar ik denk dat de student mij genomineerd heeft omdat ik echt wel aansluiting vind bij hun belevingswereld, betrokken ben, heel veel interesse heb in het individu. En dat maakt mij denk ik uiteindelijk een goede docent. Als er op 3 oktober gewonnen wordt, dan gaat er in ieder geval samen flink gefeest worden. Ja, heel bijzonder. Want ROC, 1 school binnen heel Nederland en dan 2 genomineerden. Dat is natuurlijk echt heel bijzonder voor het ROC. En daarnaast maken we er samen ook echt een feestje van. Om overal natuurlijk toe te gaan waar we worden gevraagd. Dus het is alleen maar heel leuk. Het duurt nog 1,5 jaar, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. In 2026 viert Els haar 1300-jarige bestaan. Een team van vrijwilligers begint nu met het organiseren van het grote feest. Met als aftrap de onthulling van het logo. Els heeft eerder een jubileumfeest gehad voor het 1250-jarig bestaan van het dorp. Veel mensen kijken hier met plezier op terug. Genoeg reden om over 1,5 jaar het 1300-jarig bestaan te vieren in Elst. Met de onthulling van het logo van Stichting Els 1300 begint de organisatie van een groot jubileumfeest. We staan nu onder de toren van de grote kerk van Els. En ja, dat is heel typerend voor Els. Iedereen kent de Elster toren. En dat is dus het symbool wat ook op het logo staat. Nou ja, ik denk dat het heel mooi logisch is om de kerktoren als een soort boegbeeld van Els neer te zetten. Heel herkenbaar punt. Van welke kant je er ook naar kijkt, je ziet altijd die kerktoren. Dus ik denk dat dat een heel mooi verbindend element is voor mensen die in Elst wonen. Na de zakelijke voorbereiding begint de stichting nu met het organiseren van alle activiteiten. Tijdens het jubileum moet het thema verbinding centraal staan. Iedereen die in Elst woont, die moet op de een of andere manier aansluiting vinden aan lokale activiteiten, het verenigingsleven, etc. En dat kunnen de oud-ingezetenen zijn, maar ook de mensen die er later zijn komen wonen. We hebben een hele grote nieuwe wijk Westeraam. Je hebt mensen die als vluchteling hier zijn komen wonen. Ook die moeten er zich bij thuis gaan voelen, moeten betrokken worden bij activiteiten. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als er rond zo'n thema wat reuring ontstaat en juist die verbinding wordt gezocht bij Elst en met elkaar, oude Elstenaren, nieuwe Elstenaren. Nou, als we daar wat dingen omheen kunnen organiseren en we kunnen daar een mooi feestelijk jaar van maken, dat is hartstikke mooi.
Hoe het jubileum eruit gaat zien is nog even afwachten, maar ideeën zijn er genoeg. Ik vind het te vroeg om daar al veel over te gaan zeggen, omdat je dan meteen verwachtingen wekt. Maar er zijn wel allerlei ideeën en we gaan nu de komende maanden met de gemeente samen eens op een rijtje zetten. Wat zou er allemaal kunnen? En dan moeten we vervolgens kijken, ja, en kan dat dan ook financieel? Kan dat ook qua ondersteuning van mensen? Kan het in het dorp een plek vinden? Dus er zijn wel ideeën, maar ik ga er verder nog niks over zeggen. Met bijna 140 vestigingen in Nederland is begin augustus de nieuwe Qualitaria van de broers Bastiaan en Joost Ernst geopend. Met de tweede vestiging op hun naam maken ze nu ook de lekkerste maaltijden voor de buurtbewoners van Nijmegen-Noord. De Qualitaria staat voor kwalitatief goed en vers eten en mag daarom zeker niet ontbreken in het hart van de Waalsprong. De buurtbewoners van Nijmegen-Lent worden goed verwend met de nieuwe Qualitaria die gevestigd zit in het hart van de Waalsprong. De broers Bastiaan en Joost verzorgen daar de lekkerste en kwalitatief goede snacks en andere gerechten voor de bezoekers. Tijdens corona was niet natuurlijk iedereen thuis en we komen allebei uit de horeca. En de cafetaria / Qualitaria was natuurlijk toen de tijd altijd open voor afhaal en voor bezorg. Dus vandaar is het op ons pad gekomen en zijn we eraan begonnen. Het voordeel wel is dat ik voor het grootste deel zeg maar voor de schermen alles bepaal en draai en draaiende hou. En Joost veel achter de schermen ook de boel draaiende houdt. En zo hebben we allebei onze eigen taken en lopen we elkaar er ook vooral niet mee in de weg. De Qualitaria staat bekend om kwalitatief goede gerechten, maar ook om duurzaamheid waar het bedrijf zich graag mee bezighoudt. Zo hebben ze papieren bakjes, bekers en rietjes en hebben ze een groot assortiment aan vegetarische opties. Nou, duurzaamheid is inderdaad wel belangrijk voor de Qualitaria met het scheiden bijvoorbeeld van afval of met de vrije uitloop kippen die de eieren. We hebben dan de kipster eieren, dat soort dingetjes. Daar loopt de Qualitaria wel ook altijd mee, zeg maar, een soort van te koop en zijn ze altijd wel mee bezig, ja. De Qualitaria onderscheidt zichzelf van een cafetaria doordat ze graag de beste kant van zichzelf laten zien. Van de meest verse producten tot duurzame disposables, tot een leuke sfeervolle plek. Overal is over nagedacht. Ik denk dat je in een Qualitaria meer keuze hebt in verschillende hamburgers, meer verse producten. We werken ook echt met salades, luxe belegde broodjes, luxe hamburgers. Niet een zacht bolletje, maar gewoon echt een mooie hamburgerbol. Het assortiment is heel groot. We hebben bijvoorbeeld al 11 verschillende hamburgers. Dus, en daarnaast zijn ook alle hamburgers nog eens een keer vegetarisch te verkrijgen. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zijn er in principe alleen al 20 tot 22 verschillende hamburgers. Wel vlees of geen vlees. Dus dat is, ja, het assortiment is erg breed. Ga je voor een burger, loaded fries of toch een vers belegbroodje? De Qualitaria is 7 dagen in de week geopend en ze starten binnenkort ook met bezorgen. Na een aantal vrij natte dagen gaan we de komende dagen weer even de betere kant op. Helemaal droog houden we het niet, maar de zon en droge periode hebben wel sterk de overhand. Morgen is er dus ook een kans op hier en daar een bui, maar ook de zon laat zich geregeld zien. Bij een graad of 17. De dagen erna loopt het kwik verder op tot tegen de 20 graden. De nachten zijn wel een stuk frisser. Na het weekend gaat de temperatuur verder omhoog en komt zelfs de 25 graden weer even in zicht. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 12 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Nou, wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!